Oké, mensen, ik heb zin in chocoladekoekjes. Dus ik ga eerst chocoladekoekjes halen. En dan daarna ga ik terug naar huis. Dus dan kom ik eigenlijk thuis met allemaal chocoladekoekjes. Lekker, man. Oké, mensen, ik sta nu voor de Albert Heijn. En ja, ik heb echt zin in chocoladekoekjes. Die ga ik dus ook nu halen. Trouwens, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Arthur van Leeuwen. Oké, mensen, ik sta nu bij de chocoladekoeken. Het is altijd weer moeilijk om te zien wat ik nou echt wil halen. Ik weet nog niet eens of ik hier mag filmen trouwens, maar even kijken, wat ga ik halen, mensen? Man, het is altijd zo moeilijk. Ik heb ze. Prins, ja toch. Lekker. Nou, jongens, ik ga nu naar huis en dan ga ik zeg maar naar... dat naar Beurs toe. Ik stap eigenlijk altijd daarin en dan zeg maar via Centraal eruit. Maar dat ga ik nu niet. Daar ben ik, dat doe ik niet. My life is over. Oké, mensen, ik sta nu bij theaterschool en ik hoop dat jullie die kennen trouwens. En als jullie die niet kennen, ja, dat is dan super jammer. Maar ik ben onderweg naar de metro en ja, het is een lange weg lopen. Nee, het is denk ik 2 minuten, 3 minuten lopen. Maar ja, weet je, ik zeg het gewoon ook een beetje om het leuker te maken. Maar dat is de theaterschool en ja, ik hoop dat je het nu een beetje kent. Oké, mensen, ik ben nu bij Beurs. Ik sta eigenlijk boven Beurs. En ja, ik ga nu de tram in. En ik denk dat ik niet in de tram ga filmen. Ik zou het wel proberen, maar ja, daaronder is de Beurs dus. Ja, zeker. Oké, mensen, ik had een fout gemaakt. Het heet Koha in plaats van Beurs. Dat is vervelend. Ja, kan ik aan doen. Wist ik veel. Ik ben ook moe, jongens. Ah. Oké, mensen, ik ben bij Beurs uitgestapt en dan ga ik altijd langs het tunneltje ga ik zeg maar naar huis. Maar ik dacht, weet je, ik maak de vlog iets langer en iets leuker. Dus nu ben ik hier uitgestapt. Nu ga ik lopen naar Centraal en dan daarna pak ik de tram naar mijn huis. Dus dan zie ik jullie zo weer en dat dus. Dat, ja, dat precies.
En ik sta hier omdat hier zeg maar geen wind is en daar wel. Ik heb nog niet eens mijn chocoladekoekjes kunnen eten. Terwijl ik die gewoon in het begin had gekocht. Ja, dat is wel verzuurd. Verzuurd, maar ja, weet je wat kan je eraan doen? Ik ga weer verder. Thought of any reason, a doubt about us. And now I'm right back at the start. Halfway through a bottle, baby. Oké, mensen, ik ben nu bij Rode Reis en ik ben een beetje aan het chillen. Ik geloof, oh shit, mijn muziek. Die moet wel uit natuurlijk. Maar ik ben bij Rode Reis nu en ik ga straks, hoe heet dat? Ik ga straks de bus in en dan ben ik sowieso thuis. Dus dat is wel lekker. En ja, de bus komt over 4 minuten, 3 minuten. Oh, fucking mooi. De bus komt over 4 minuten, 3 minuten. Dus dat wordt leuk, mensen. En ja, let's go. Struikelde bijna. Maar mensen, ik ben bijna thuis. Daar ben ik wel blij mee natuurlijk. En als er wind is, sorry daarvoor jongens. Daar kan ik niks aan doen. Maar ik ga nu naar huis toe. Super leuk natuurlijk. Ik loop nu zeg maar een soort van bij het gezondheidscentrum. Ik zal dat even filmen. Dat is misschien wel leuk om te filmen, zeg maar, het gezondheidscentrum. En ja, als jullie zeg maar in Bergsenhoek wonen, die nu kijken. Die rotonde daar zo. Dat is zeg maar dan wat in Bergsenhoek te zien is. En verder niks. Dus het is eigenlijk niet zo boeiend. Maar wel leuk dat ik hier ben. En ik ga nu naar huis toe. Dus ik ga nu lopen, zeg maar. Dat is de bedoeling dan. Oké, mensen. Ik kom net daar vandaan. En daar is zeg maar, hoe heet dat? Ja, hoe noem je dat nou ook alweer? Windas. En bij de Windas is dus een soort van, oh wacht, even scherpstellen. Daar is dus de Windas en daar is een halte. En daar ben ik uitgestapt. En toen heb ik een stukje gelopen. Jullie hebben niet heel veel gemist natuurlijk. Want ja, ik laat jullie niet heel veel missen van de vlog. En we gaan verder lopen. Ik kan wel even laten zien waar ik naartoe ga lopen. Ik ga daar naartoe lopen. Dus ja, wens me succes. Oké, mensen, ik ben de hele tijd aan het lopen en ja, het is wel een beetje, ik kan het niet boeiender maken dan het is nu eigenlijk, dus een beetje aan het lopen, meneer is in de tuin aan het werken, zie je. Ja, ja, maar ja, ik ga zeg maar nu naar huis toe. Dat heb ik al 10 keer gezegd of zo, maar maakt niet uit. Ik moet het wel een beetje duidelijk maken voor als je een soort van, ja, voor als je een beetje vergeetachtig bent of zo, weet je wel. Snap wat ik bedoel? Maar ik loop nu een soort van hier zo. Ik kan het misschien even filmen waar ik loop. Niet dat het boeiend is misschien voor jullie, maar het is wel boeiend voor de mensen die denken van, hey, waar ben je? Waar loop je? Waar loop je? Dus dan ga ik nu filmen, wacht. Dus ja, daar loop ik nu. En het is wel echt vlak bij mijn huis. Dat vind ik wel hartstikke fijn. En ja, ik ga straks eten. En daarna ga ik niet zoveel doen. Omdat ik natuurlijk ook gewoon een zware dag heb gehad. Ik heb, hoe heet dat, zeg maar mijn kanaal een beetje bijgewerkt. En dat moet altijd wel gebeuren. Je moet altijd je kanaal een beetje bijwerken. En als je dat niet doet, ziet het er super lelijk uit en zo. En dat moeten we niet hebben. We moeten wel gewoon dat mensen denken van, hey, hij heeft het wel gewoon goed verzorgd en zo. Dus ik zie jullie zo weer als ik thuis ben. En dan, ja, dan ga ik een beetje chillen en dan... Jullie zien het wel. Jullie moeten gewoon lekker kijken. Oké, mensen.
mensen, ik ben nu thuis en ja, dat was wel de bedoeling natuurlijk. Als ik een vlog een soort van zeg van yo, ik ga nu naar huis toe, dan is het wel slim dat ik nu thuis ben of zo. Maar ik ben nu in mijn kamer. Jullie hebben mijn kamer wel een keer gezien. Ik kan nog even een shot maken van mijn kamer. Dat jullie een beetje weten hoe mijn kamer eruit ziet. Dat is misschien wel leuk om te laten zien. Dat ga ik nu doen. Nou, als je binnenkomt, zie je die mooie stoel. He, daar ben ik hartstikke blij mee. Die stoel die moet echt een keer opgeruimd worden. Dat is heel slordig dit. En als je dan binnenkomt, is er een stoel. Ha, leuk, leuk. En dan een setup van mij. En dan mijn bed. En dan ja, dit. En jullie zouden denken, waarom zo'n trap? Nou, kijk even. Hele bovenverdieping. Man, oh man, oh man. Ik heb inderdaad ook een bovenverdieping. Ik heb er net gegeten. Dat was super lekker. Ik heb hartstikke lekker gegeten. Dat heet paella. En dan met vis. En dan rijst met vis. En dan dat is hartstikke lekker. En dat was lekker inderdaad. En ons toetje trouwens, dat is misschien leuk om te vertellen. Dat is zeg maar stracciatella vla. Dus dat is ook super lekker. En dat heb ik dus een beetje gegeten. En ja, dat is het wel een beetje. Ik ga nu een beetje relaxen, want ik ben toch wel vermoeid van de dag. Wat ik geen ene flikker heb gedaan. Heb je dat soms? Dat je dan moe bent en dat je dan geen flikker hebt gedaan? Nou, dat heb ik dus nu. En dat is vervelend. Dat is zeker vervelend, want dan denk je van, hé. Kijk, als je nou wat leuks had gedaan, dan was het nog van, hé. Yes, ik ben moe, ik heb wat leuks gedaan. Maar nu had ik een soort van een beetje YouTube-video's gekeken. Ik heb ook wel een beetje gekeken naar mensen die dus video's maakten. En kijken of ik daar een beetje mijn stijl in kon vinden voor YouTube. Dus ja, dat een beetje, mensen. Ik film straks nog wel even dat ik iets aan het doen ben. Dus blijf lekker kijken, mensen. Super leuk. En mijn haar is echt. Ja, het is echt lelijk. Echt lelijk. Nou ja, maakt niet uit. Oké, mensen, ik ben bijna weer op stage. Maar ik dacht, weet je, ik ga nog even hier staan en vertellen wat er allemaal is gebeurd. Het is niet heel veel gebeurd, maar ik ben via Centraal heb ik de bus weer gepakt. Maar ik vond dat allemaal niet belangrijk, want ja, weet je, dat doe ik altijd. En dat heb ik al een keer laten zien. Maar ik sta nu onder een afdakje, bijna bij stage. Mijn stage is zeg maar hier om de hoek. Maar weet je dat, ja, dus het regent. Helemaal kut natuurlijk. Maar ja, we moeten maar gewoon een beetje blij zijn. Niet dat ik blij ben door de regen, maar dat maakt niet uit. Mensen, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Doe een duimpje omhoog en abonneer even op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie weer later. Oh ja, en trouwens, ik heb kassis. Dat is lekker. Kijk. Kassis. Fucking lekker.